1. Goedemorgen, mijn naam is Wouter Welling. We zijn bij het tweede e-bestuur thuisdebat. Ik ben in het dagelijks leven coördinerend beleidsmedewerker digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En vandaag zal ik optreden als debatleider bij een gesprek over privacy in tijden van corona. Praktisch gezien, mooi dat u er allemaal bent. Hopelijk kunt u ons allemaal goed zien. We zijn met z'n vieren vandaag. We hebben een chat waarin de mensen die met ons meekijken vragen kunnen stellen. En we hebben zo dadelijk een aantal stellingen waar we u ook op vragen te reageren. En waar ook de gasten vandaag op zullen gaan reageren. Geef het vooral aan als iets niet goed te verstaan is. We doen dit voor de tweede keer. Het is nog niet perfect, maar we verbeteren de technologie met de keer. Dan naar de inhoud. We gaan het hebben over privacy in tijden van corona. Iets wat iedereen die een beetje werkzaam is in het e-domein waarschijnlijk wel voorbij heeft zien komen, is dat er een groot maatschappelijk debat is losgebarsten over corona-apps en wat voor gegevens die dan wel niet zouden gaan verwerken. De vraag die natuurlijk hieronder ligt is: wat is onze privacy ons waard in tijden van een pandemie? Ons grondrecht privacy gaat in essentie over bescherming van de persoonlijke levenssfeer. En wat hier natuurlijk aan raakt is de bescherming van persoonsgegevens, want dit faciliteert ons grondrecht op privacy via de u vast bekende algemene verordening gegevensbescherming. En de vragen die hier naar boven komen zijn dus: wat vinden we hiervan? Is er een verschuiving aan het plaatsvinden van wat we oké vinden qua verwerking van persoonsgegevens? Waar ligt de grens voor wat we de overheid willen laten doen in deze pandemische tijden? En krijgen we misschien wel de neiging om wat in te leveren aan informationele vrijheid? En krijgen we die vrijheid daarna ooit weer terug? Nou, hier zullen we het over gaan hebben met drie gasten. Allereerst Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Privacy by Design Stichting. Laat ik beginnen, Bart. Ik mag Bart zeggen als het goed is. Zeker, ja, we kennen elkaar een beetje. Dank u wel. Een beetje een openingsvraag. Ben jij bereid om enige privacy op te geven als je daarmee het coronavirus zou kunnen helpen te bestrijden? En hoe denk je daar vanuit jouw professionele inslag over? Ik denk dat de eerste vraag een persoonlijke is. Zeker ben ik bereid enige privacy in te leveren. Als ik bijvoorbeeld besmet ben. En dan zal dat met zich meebrengen dat ik bepaalde gegevens, of dat er bepaalde gegevens om medische redenen voor mij verwerkt moeten worden. Dat kan allemaal binnen de huidige kaders. Dan zal aan mij misschien ook gevraagd worden: met wie heb je contact gehad? Dan zal de GGD met die mensen in contact treden. Dat is heel duidelijk doelgericht. Dat kan ook allemaal binnen de huidige kaders. Dus ik denk dat de huidige kaders daarvoor voldoende zijn, voor dat soort zaken. Waar ik grote moeite mee heb, is dat hele bevolking, ook allerlei mensen die niet besmet zijn, hun privacy moeten inleveren. Zeker omdat er in principe, als je daar voldoende moeite voor doet, technieken ontwikkeld kunnen worden waarop dit soort zaken op een privacyvriendelijke manier behandeld kunnen worden. Oké, duidelijk. Dit biedt denk ik al aanleiding tot een hoop gesprek. Dan ga ik naar de tweede gast, dat is Jan-Willem Boissevin, die is Client Success Manager bij Pegasystems en een bekende schrijver en opiniemaker op e-bestuur ook, als ik het goed heb. Als ik jou vraag of jij bereid bent om enige privacy op te geven als we daarmee als Nederland of mensheid de coronacrisis beter kunnen bestrijden, wat komt er dan vanuit jouw professionele achtergrond bij op? Ja, ook persoonlijk antwoord, persoonlijke ja. En ik denk ook dat het onvermijdelijk is. Omdat als de GGD contactonderzoeken moet uitvoeren, dan zullen ze informatie moeten hebben. En dan zul je ook bereid moeten zijn om een deel van je privacy op te geven. Ze kunnen dat onmogelijk anoniem doen. En dat gaat er uiteindelijk ook om, behalve het bestrijden van het coronavirus, om het normale leven weer op te pakken. En ik denk dat dat ook ons belangrijk waard is. Ik denk dat er wel een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Als het gaat om inperking van onze privacy, dat is dat er sprake is van proportionaliteit. Dus dat er een evenwicht is tussen de risico's en de opbrengsten. Het moet ook volledig transparant zijn, traceerbaar. En het moet op een vrijwillige basis gebeuren. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, dan is denk ik prima. En het moet tijdelijk zijn. En dus je zei het al in je inleiding. Het moet ook weer teruggegeven worden op het moment dat de crisis is afgelopen.
En daar zie ik eigenlijk wel het grootste risico. Als je kijkt naar het verleden, de maatregelen die zijn getroffen rond 9-11. Daar zie je dat die maatregelen eigenlijk nog steeds van kracht zijn, terwijl de terrorismebedreiging is afgenomen. Oké, interessant punt. Dus de tijdelijkheid van maatregelen die eigenlijk vaak veel langer blijkt te zijn dan we misschien wel zouden hopen. Dank en welkom. De gast die we vandaag hebben is Pieter van Bohemen. Hij is onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Als je hem googelt vind je ook nog dat hij af en toe biohacker is en engineer en open source scanner. In welke mate zie jij jezelf bereid om enige privacy op te geven als je daarmee het coronavirus helpt bestrijden? En hoe kijk je daar vanuit jouw rol als onderzoeker bij het Rathenau Instituut naar? Ja, ik denk dat ik met iedereen wel eens ben in het panel, dat ik het ook voor mezelf zou zeggen. Ik ben wel bereid om een deel van mijn privacy op te geven in deze strijd tegen het virus. Maar ik zal altijd wel gelijk afvragen aan wie en waarom. Wie vraagt nou eigenlijk om die privacy deels op te geven? Is dat vanuit een bepaalde democratische overweging, een bepaald publiek debat gekomen? Of neigen we nu mee te gaan in een meer autoritaire gedachtentrand? Want we zien natuurlijk dat in landen zoals in Azië zien we effectieve methoden. Het is worden geclaimd dat het effectief is om de crisis te bestrijden door monitoring en surveillance toe te passen. Maar de vraag is eigenlijk van, willen we daar één op één in mee? Of hoe ziet er eigenlijk een Europese of een Nederlandse aanpak eruit? Is daar ook een alternatief? Dat zou voor mij ook snel een vraag zijn van, welke opties zijn er eigenlijk overwogen? En is dan het opgeven van privacy de meest logische keuze? Of zijn er ook andere mogelijkheden? Ik zie dat het een risico is dat jullie het te veel eens zijn. Bart, zou je graag even willen reageren, zie ik. Ja, kijk, ook ik heb een corona-app voorstel ingediend de afgelopen weken en nagedacht over dit soort dingen. Wat mij opvalt is dat de focus alleen gelegen heeft op Bluetooth-apps. En pas na het bewuste weekend is daar meer commentaar op naar boven gekomen. Dat de experts hebben gezegd, ja, Bluetooth gaat helemaal niet werken. Dat is een ongeschikte techniek voor al dat soort dingen. Dus ik vind het ook een beetje jammer dat in die eindronde in Nederland ook alleen maar inderdaad Bluetooth-varianten naar boven zijn gekomen. Heeft er misschien mee te maken dat de minister direct heeft gezegd het moet met Bluetooth, waardoor er geen alternatieven bekeken konden worden. Maar ik vind dat er te beperkt inderdaad in Nederland gekeken is naar hoe zou je dit goed kunnen doen. Wat betekent die discussie voor de privacy elementen? Want je beschrijft nu een technologisch vraagstuk. Ga je Bluetooth of iets anders gebruiken voor contact tracing? Maar wat betekent dat voor de bescherming van mijn eigen levenssfeer als Nederlandse burger? Nou, laat ik even iets anders trekken. Even heel kort noemen wat ik als idee ingestuurd heb. Maar het gaat alleen om de discussie. Niet te veel plugging, hè? Nee, maar er zit totaal, het is allemaal open, weet ik wat allemaal. Maar, en het is toch allemaal achterhaald in zekere zin. Maar wat ik voorgesteld had, is dat mensen naar elkaar kunnen zwaaien in zekere zin. Dus geen handen schudden, maar zwaaien, waarbij ze apps op elkaar richten en dat die apps van elkaar QR-codes lezen en dan willekeurige getalletjes uitwisselen. Die dan eventueel later vergeleken kunnen worden als mensen besmet zijn geraakt. En dat, zo'n QR-code kun je ook in de ruimte oppikken. Dat is een technologisch vrij simpele oplossing, maar het heeft een belangrijke sociale component, namelijk dat mensen zich heel bewust blijven van wat ze doen. Bij Bluetooth doet de telefoon allerlei dingen voor je zonder dat je daar zicht op hebt en zonder dat je daar vat op hebt. Bij zo'n zwaai-app moet je bewust met bepaalde mensen contact leggen en op zo'n manier een soort dagboekje opbouwen, elektronisch, met wie je contact hebt gehad, in welke plaatsen je bent geweest. Op zo'n manier hou je mensen dus heel erg bewust. Het past heel goed in het idee van een anderhalve samenleving, een meter samenleving, waar je bewust moet zijn van alle gevaren. En in sommige situaties neem je iets meer risico, maar leg je dat dan vast. Het is een hele andere aanpak, waarin een hele andere houding ook van de bevolking gevraagd wordt. Nou, dit zijn echt sociotechnische vragen,
die veel te weinig naar voren zijn gekomen in de hele discussie. Dus nogmaals, het gaat niet om pluggen, het gaat niet om die oplossing. Maar meer, je hint er ook van, moeten we niet breder kijken? Nou, dit is een manier om breder naar dit soort zaken te kijken. Om de discussie dan even scherp te maken. Ik zie dat de eerste vraag die we gesteld hebben aan de mensen, ben je bereid om enige privacy op te geven als je daarmee helpt het coronavirus te bestrijden? Dat de meerderheid van de mensen, 72% van de mensen die nu in de room zitten, zeggen ja, alleen onder zeer strikte voorwaarden. Pieter, jij beschreef ook dat je dan voor een goed, wel overwogen aanpak bent. Lopen wij niet het risico in vergelijking met veel Aziatische landen, waar ze een veel collectivistischere aanpak kiezen en echt gewoon besluiten, dit is wat we gaan doen en we gaan ervoor, dat wij op z'n Nederlands blijven overleggen en polderen en dat uiteindelijk technologie niet op een effectieve wijze ingezet kan worden. Dus dat onze discussie over gegevensbescherming uiteindelijk toe leidt dat dat een soort verlamming in zich heeft. Hoe denken jullie daarover? Ja, Pieter? Dat zie ik eigenlijk niet zo. Die discussie is niet opeens op gang gekomen. Het is niet alsof we het nu pas gaan hebben over privacy met z'n allen en over datarechten. Die discussie is nog heel lang gaande. De principes en de grondrechten zijn ook niet van gisteren. Dus eigenlijk is er meer de oproep van kijk naar al het werk dat al gedaan is. En gebruik dat in de discussie nu over een eventuele digitale aanpak van de crisis. En dan kun je volgens mij heel snel handelen. Het staat niet met elkaar op gespannen voet of je snel wil kunnen handelen en bepaalde rechten nog wil borgen. Hoe denk jij daarover, Jan-Willem? Nou, persoonlijk heeft mij verbaasd dat de hele discussie over de apps. Ik ben het trouwens met Bart Jacobs eens. Dat er uitsluitend naar traceer-apps. Ik denk dat dat heel beperkt is. Ik denk dat het probleem breder is. Maar dat het zwaartepunt van de discussie over privacy hier ging. En zeker in de fase waarin de technologie nog niet vergroeid is, zou ik gewoon kijken naar wat zijn de beste oplossingen om de crisis te bestrijden. Hoe gaat dat mensen motiveren en bewust maken van hun gedrag? En hoe gaat het proces bij de GGD ondersteunen, het contactonderzoek ondersteunen? Dat zou ik centraal stellen. En dan zou ik vervolgens kijken, ja, wat heeft er voor consequenties voor beveiliging en voor privacy? En dan moet je daar een evenwicht zoeken. En dat is niet een proces van Big Bang. We gaan even een appathon doen en dan hebben we volgende week een app. Nee, dat is een continu proces van doorontwikkelen. En dat moet je agile al doen. En ja, dat is een aanpak die de overheid zich veel meer eigen zou moeten maken. En die appathon was gewoon een prima start. Nou, ja, dat moet je dan op een slimme manier doorzetten. En verbreden. Dus ja, wij persoonlijk vanuit Pegasystems zouden ook niet primair eerst naar zo'n tracing app gaan, maar gewoon aansluiten bij de beleving van mensen. Zet nou die mens centraal, maak ze bewust van hun eigen gedrag, dan gaan ze vanzelf apps gebruiken en dan zijn ze gelijktijdig, zijn ze ook een soort logboek aan het opbouwen die ze later kunnen gebruiken als ze besmet zijn om die informatie te delen met de GGD. Dat lijkt ons een betere aanpak. Mag ik wat vragen over die aanname, Jan-Willem? Want daar zit een aanname in dat je zegt dat mensen vanzelf dan apps zullen gaan gebruiken omdat hen dat een goed idee lijkt. Maar zit je dan niet als overheid, waarbij er in tijden van crisis toch gevraagd wordt dat je control neemt, dat je de leiding neemt, niet te hopen dat mensen het juiste gaan doen en collectief bepaalde technologie gaan gebruiken, terwijl dat ook dus op falen kan uitmonden, wat je dan vervolgens weer duur komt te staan in het politieke debat? Nou, die politiek moet aansluiten bij onze bewegingsvrijheid. Hè? Dus op een gegeven moment willen we weer gaan werken. We willen weer met openbaar vervoer. We willen weer naar de sportclub. En dan zul je moeten inchecken. Want we kunnen niet met z'n allen tegelijkertijd op de werkvloer zitten. Dus je zult je toch ergens moeten inchecken. De helft van de werkplekken zijn maar beschikbaar. Die checkt in. Op dat moment krijg je een werkplek toegewezen. Je krijgt een instructie hoe je moet werken, wat de looppaden zijn. En dan is het ingebed in het lopende proces. Dat gaat vanzelf op een gegeven moment ontstaan. Op die manier wordt het ook onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken worden bewust. En we bouwen die informatie op. Informatie blijft bij ons, op ons mobiel, kunnen we later delen. Okay, helder. Nou, voor mij is het ook een kwestie. Als de app het antwoord is, wat is ook weer de vraag? Weet je wel? We hebben nog zoveel andere dingen die we kunnen inzetten. Eigenlijk verwacht ik van een overheid dat het zorgsysteem genoeg werkt, dat er genoeg IC-capaciteit is, dat er genoeg tests zijn, dat er genoeg beschermingsmiddelen zijn.
Al dat soort dingen. En dan ja, is een app ook een mogelijkheid. Maar die ligt vooral inderdaad in de sfeer van wat mensen zelf kunnen doen. Maar de overheid heeft natuurlijk nog heel veel andere mogelijkheden om deze crisis te bezweren. Ja, wat mij ook opviel bij die appen, Tom, er werd als eis gesteld van de app moet nuttig zijn voor het contact- en brononderzoek van de GGD. Maar er stond, ik had gehoopt en verwacht dat er dan een A4'tje bij zou zitten van hoe werkt dat contact- en brononderzoek van de GGD? Wat zijn de vragen die in de praktijk gesteld worden? Welke informatie is daar relevant? Hoe moet je daarop aansluiten met de technologie? En nu werden al die ontwikkelaars in het diepe gegooid. En iedereen die ging zijn eigen hobbyhorse zitten bereiden, zijn eigen technologie zitten pushen in dit soort dingen. Dus dat ontspoorde gewoon vanaf het begin. En bijvoorbeeld een hele fundamentele vraag in deze hele opzet is, stel je bent besmet, mag je dan zelf op een noodknop in die app drukken van ik ben besmet, zodat anderen gewaarschuwd worden? Of is het alleen een GGD-arts die zoiets mag gaan doen en moet die app daarop ingericht worden? Nou, deze fundamentele vraag werd niet eens gesteld, is niet gespecificeerd, is niet ook gezegd hoe je dat nou in moest richten. Dus ja, kijk, als die randvoorwaarden niet duidelijk zijn, of in ieder geval niet een hint over gegeven wordt, ja, dan weet je van tevoren dat zo'n proces gaat ontsporen en eindeloos veel oplossingen in allerlei richtingen op gaat leveren. We gaan even naar de eerste stelling die we open hebben gezet in de polls. Die kunnen jullie ook zien als jullie op polls drukken. Ik zie dat mensen al druk aan het stemmen zijn. Dat gaat eigenlijk over de algemene vraag of we als overheid in de toekomst de veiligheid en gezondheid van mensen, om die te beschermen, moeten we inzetten op het gebruik van intelligente digitale oplossingen, waarbij het door het anonimiseren van data privacy niet echt een issue zal zijn. Dus wat een risico is dat we eigenlijk digitale intelligente oplossingen blijven afkeuren, omdat we sowieso niet geloven dat we anoniem de data zullen kunnen gebruiken voor de volksgezondheid. Hoe is jullie optimisme hierover? Hoe zouden jullie op deze stelling antwoorden? Beginnende bij Jan Willem. Ik denk dat we dat digitale oplossing zeker kunnen bijdragen tot de oplossing van het probleem. Ik zou alleen het woordje intelligente zou ik even tussen haakjes zetten. Ik denk dat wij willen onze activiteit weer opstarten. Ik denk dat we ons moeten richten op het weer opstarten van activiteiten. Dat willen we allemaal. En we moeten ons bewust maken van het gedrag. Dus daar horen hulpmiddelen bij die we perfect kunnen toepassen. En als je het dan hebt over de privacy, dan maak ik me echt niet zo zorgen om de privacy van het inchecken en het uitchecken. Want dat is informatie die is tijdelijk, die vernietigen we weer na 2 weken. Ik maak me eigenlijk meer zorgen om de structurele maatregelen. Hè? Dus als het patiëntendossier dat nu vrij toegankelijk is, ook voor de mensen die geen opt-in hebben aangegeven. Als dat structureel blijft, ja, dan vind ik dat wel zorgelijk. Oké. Bart, hoe denk jij daarover? Over deze stelling specifiek bedoel je, neem ik aan. Volgens mij heeft deze stelling niks met corona te maken. En is die allang van toepassing. De overheid is allang bezig met allerlei digitale oplossingen in de zorg. De hele zorg is aan het digitaliseren. Dus ik snap niet dat hier nieuw aan is. De enige wat ik zou willen zeggen is dat anonimiseren van gezondheidsdata over het algemeen heel erg moeilijk is. Niet alleen op inhoudelijke gronden van hoe anonimiseer je DNA bijvoorbeeld. En je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, dan gaan we het in stukjes knippen en dan gaan we het over hele kleine stukjes praten, maar daar moet je echt heel nadrukkelijk over nadenken. Ik ben zelf ook wel betrokken bij dit soort projecten in de medische wereld, waarbij een heel groot onderscheid is tussen medische zorg en medisch onderzoek. En eigenlijk alle apparatuur in de zorg is gericht op zorg, inderdaad. En dan worden identificerende gegevens bijvoorbeeld in foto's geëmbed. Dus in een hoekje wordt er een BSN-nummer in een foto gezet. Op een andere manier worden dingen meegegeven. En terecht natuurlijk, want in de zorg wil je niet dat die gegevens verwisseld worden.
wil je vervolgens die gegevens in een zorg, in een onderzoekstraject gaan gebruiken, moet je al die identificerende gegevens er heel zorgvuldig uithalen als je dingen wil anonimiseren. Nou, er zijn eindeloos veel manieren waarop dat fout kan gaan. En dat vergt veel meer aandacht dan het nu krijgt. Oké. Okay. Pieter, je hebt ook een achtergrond in biohacking, zover ik weet. Ik hoor eigenlijk best een optimisme over het gebruik van intelligente digitale oplossingen, of digitale oplossingen zonder intelligent, maar een grote twijfel over het anonimiseren van data, of dat die überhaupt ooit goed mogelijk zal kunnen zijn, en daarmee een twijfel over überhaupt het inzetten van allerlei technologie in het medische domein. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, anonimiseren, dat is inderdaad, toen ik het woord zag, dacht ik gelijk al van, kan dat wel in deze context? Als je locatiegegevens van mensen gaat tracen, of ja, inderdaad biologische gegevens van personen. Het is allemaal zo intiem, het is allemaal zo persoonlijk, dat anonimiseren, door dit soort dingen te combineren ook weer met andere datasets, kun je denk ik op je boerenklompen aanvoelen dat je daadwerkelijk uiteindelijk toch weer mensen kunt identificeren. En dus dat je eigenlijk die illusie ook niet moet scheppen. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, als we dit gaan doen, dan is anonimiseren gewoon niet helemaal een optie. Dus zou je moeten accepteren dat het dat deels van jou, privacy deels wordt weggenomen. En dan is de vraag van, is dat het waard? Als je geen volledige anonimisering kan doen, is het dan nog steeds de moeite waard om dit te doen? Want ja, de crisis is natuurlijk wel zeer serieus. Sociale gevolgen, de gevolgen voor de welvaart zijn gigantisch. Daar kun je natuurlijk wel iets tegenover stellen. Maar ja, je moet dan wel dus die afweging goed maken. Als ik jou... Ja, hier vangen we weer af, wat zijn de alternatieven? Hè? Is het echt nodig om al die data te verzamelen? Kun je niet gewoon bijvoorbeeld mensen testen? Kun je gewoon niet veel meer testen? Kun je niet zeggen, nou, we gaan een representatieve groep, van, ik noem maar wat hoor, onze bevolking elke vrijdagmiddag oproepen om een test te doen. En dan zodoende houden we de boel in de gaten. Nou ja. Noem maar wat. Er zijn zoveel andere alternatieven. Begrijp ik jou dan goed, Pieter, dat anonimiseren vaak een soort doekje voor het bloeden is van het verlies van onze privacy? Dus dat we graag technologische oplossingen willen inzetten als oplossing en vervolgens anonimiseren als belofte meegeven van jongens, het komt wel goed. Ja, precies. Een soort van wensdenk zit daarachter. Van als we dat doen, dan zit het wel prima. Maar in de praktijk zijn er ook nog allerlei praktische, er zijn heel veel voorbeelden van waar het misgaat. Want dat we dachten dat iets anoniem was, bleek het toch niet te zijn. Nou, er zijn natuurlijk allerlei manieren om dingen te versleutelen of te beveiligen. Nou, in de praktijk blijkt ook heel vaak dat daar dan weer net even een foutje in de implementatie zat. Dus er is een verschil tussen de papieren werkelijkheid en gewoon de praktijk. En daar moet je toch wel gewoon realistisch over zijn. Begrijpelijk. Toen wij elkaar vooraf spraken over dit onderwerp, was er één onderwerp waar jullie misschien wat optimistischer over waren, over het gebruik van persoonsgegevens. Dat was namelijk het idee van een immuniteitscertificaat. Als we naar de nu openstaande poll kijken, is de vraag, er moet een immuniteitscertificaat komen met coronaveilige verklaringen. Want dan kunnen we ons leven weer beter oppakken. Hoe kijken jullie tegen deze vraag aan? Bart, om als eerste. Nou, ik weet niet of ik van tevoren zo optimistisch hierover was. Ik denk dat hier een heel groot sociaal probleem aan gekoppeld is, want het gaat leiden tot een tweedeling in de samenleving. Van mensen die wel iets mogen, die niet iets mogen doen. Ik denk dat dat echt problematisch is en daar moet echt over nagedacht worden. Er zijn allerlei manieren om dat te doen. Ik zal het niet de pluggevaar weer hier naar boven roepen, maar technisch kan dat gerealiseerd worden. Het moet wel heel zorgvuldig gerealiseerd worden, want zulke soort immuniteitsverklaringen zullen een enorme economische waarde hebben. Die moeten niet. Wat bedoel je daarmee? Dat mensen daarmee weer aan het werk kunnen of weer kunnen gaan reizen, in een vliegtuig kunnen stappen. Gewoon hun economische activiteiten weer op kunnen pakken en daarmee geld kunnen gaan verdienen. Dus het moet, als je zoiets gaat doen, moet je het heel zorgvuldig doen. Dat het echt aan een persoon gebonden is, dat het niet overdraagbaar is, dat er geen fraude mee mogelijk is of dat daar echt op gecontroleerd gaat worden. Maar mijn grootste probleem is de resulterende tweedeling. Ik zie ook wel dat het misschien wel een zekere onvermijdelijkheid heeft. Om het economisch leven weer op gang te brengen. Ik hoor steeds meer mensen in deze richting praten, maar ik zucht er iedere keer heel erg diep bij.
Oké. Jan-Willem, hoe kijk jij je tegenaan? Ik moet uit mijn persoonlijke leven een voorbeeld. Ik ken een paar mensen die zeker zijn dat ze corona hebben gehad. En die bewegen eigenlijk anders nu door het dagelijks bestaan. Omdat zij zoiets hebben van, ja, ik heb het al gehad. En die zouden best een bewijs willen, zodat zij kunnen aantonen van, jongens, maakt u zich over mij niet zo'n zorgen meer. Is dat een domein waar we met technologie een ondersteuning kunnen bieden? Of is dit iets waar we eigenlijk heel voorzichtig moeten zijn? Nou, ik denk dat het een vorm van schijnveiligheid is. Want over een half jaar kun je het gewoon weer krijgen. Dus we hebben het met andere infectieziektes ook niet gedaan. We hebben ook niet mensen met AIDS of zonder AIDS het certificaat rond laten lopen. Dus ik denk dat het een vorm van schijnveiligheid is. En in China hebben ze daar de prachtige hulpmiddelen voor. Een app met stoplicht. Rood, dan ben je besmet. Of je bent met iemand in aankraak gekomen die besmet is. Dan moet je absoluut thuis blijven. Dan word je deur verzegeld en dan staat er een camera voor de deur om te kijken of je naar buiten gaat. En oranje ben je in twijfelgeval en groen mag je vrij reizen. Ik denk niet dat we naar dat soort surveillance-achtige praktijken toe willen. Dus ik denk niet dat dit hoort bij onze dagelijkse praktijk. Iets anders is natuurlijk dat je een vaccinatieboekje op een gegeven moment hebt. Dat gebruiken we natuurlijk al om te reizen. Ik zie dat in de chat veel mensen het hebben over een soort technology push. Dus dat wij een soort techno-optimisme zouden hebben, waarbij we veel van dit soort mogelijkheden in technologie willen omzetten. Is dat iets waar we vanaf zouden moeten stappen? Want ik zie ook wel veel gedachten waarvan ik denk, dit kan heel hoopvol zijn als je een maatschappij weer opener wil maken. Praten we onszelf niet te veel het defensief in wat betreft de mogelijkheden van technologie? Sorry, vraag aan mij? Ja, zeker. Oké, ja, ja, ik zie ook dat 100% is niet eens met deze stelling. Ja, exact. Dat is wel een groot teken inderdaad. Noord-Koreaans. Ik heb zeggen hoeveel mensen gestemd hebben. Want, ja, dat kan ik niet zo goed zien. Ja, maar dat is wel een opvallende uitkomst. Misschien werkt het woordje digitaal als een soort van rode lap op bepaalde mensen. Van, oh jee, moeten we weer aan een technologie? Wat is er mis met ons normale vaccinatiepaspoort, wat we voor heel veel mensen al hebben, die in landen zijn geweest waar infectieziektes rondgaan. Tegelijkertijd moet ik ook denken aan, mijn dochter gaat naar een kinderdagopvang, naar een gastouder. Een van de vragen die ik stelde toen ik daar op kennismaakgesprek was, goh, zijn alle kinderen hier wel gevaccineerd? En dus, ik denk dat in heel veel private omgevingen dit soort dingen wel gaan spelen. Ook als jij dan misschien, ja, je ouders, grootouders gaan misschien naar een verzorgingstehuis. Wordt misschien de vraag wel van, goh, is iedereen in dit verzorgingstehuis gevaccineerd? Hangt ook heel erg af van het feit of een vaccin wel effectief is. Hè? Dat is natuurlijk een hele grote vraag die hier overheen hangt. Van, is dat virus wel onder controle te krijgen? En hoe effectief wordt een vaccin? Als er een vaccin is, is het niet eens gezegd dat het voor iedereen werkt. Dat het in alle bevolkingsgroepen even goed werkt. Dus dat hangt er allemaal vanaf. Maar stel dat het zo is, dan kan ik me wel voorstellen dat dit een heel veel situaties gaat spelen, ja. Even Pieter, voor de zuiverheid, jij bent gaan praten over vaccins. De vraag ging over immuniteit. Strikt genomen zijn dat net subtiel andere dingen. Hè, een immuniteitsverklaring kan er komen zonder dat er een vaccin is, als er een voldoende heldere medische test daarvoor is. En als duidelijk is dat die immuniteit voldoende lang aanhoudt. Maar zo'n verklaring kan natuurlijk ook maar een geldigheid hebben voor een half jaar bijvoorbeeld. Ja. Bart, misschien mag ik jou starten over de laatste stelling waar we het in ieder geval eventjes over wilden hebben. Dat gaat eigenlijk over de mogelijkheid van ziekenhuizen om medische dossiers in te zien tijdens deze crisis. We begrijpen allemaal dat de zorgcapaciteit die we hebben nu een van de meest prangende vraagstukken in onze maatschappij is. En om die zorg goed te kunnen bieden, is er informatie nodig en die is vaak snel nodig over mensen die behandeld moeten worden. Dit is zeer gevoelige, bijzondere zijn persoonsgegevens zijn dit. En soms is er geen expliciete toestemming van de gebruiker gegeven. Hoe kijk jij tegen dit vraagstuk aan in deze tijden? Is jouw opinie daarover veranderd of kijk je daar eigenlijk nog op dezelfde manier tegenaan? Ik denk dat het goed is even terug in herinnering te halen dat in 2011 de Eerste Kamer unaniem tegen het EPD heeft gestemd. Vanwege zorgen om de privacy en gebrek aan vertrouwen en angst, denk ik, omdat dit soort dingen zouden gaan gebeuren.
Daarna is de EPD omgezet in het landelijk schakelpunt, waar mensen dus een opt-in op hebben. Niet iedereen heeft dat gedaan. En nu wordt dat dus overschreven. Hè, omdat mensen keuze niet gemaakt hebben of zo. Wat betekent dat precies, een opt-in? Opt-in dat je er expliciet voor kiest als burger, dat jouw medische gegevens gedeeld kunnen worden tussen verschillende medische professionals via dat landelijke schakelpunt. En als je gezegd hebt, ik wil dat niet, of ik heb geen keuze gemaakt, wordt dat nu overschreven. Ja, ik begrijp allemaal wel dat dit gebeurt vanuit medische noodzaak. Wat mij verbaast, dat er niet bijgezegd wordt, harder bijgezegd wordt. Dit is een uitzonderlijke situatie. En daar gaat keihard op gelogd worden. En als er ook maar één vorm van misbruik is, dan wordt die persoon die dat doet aan de hoogste boom gehangen. Nou niet letterlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. He, dit is er niet bij gezegd tegenover de Nederlandse bevolking. En ik vind ook dat dit het hele verhaal onderuit haalt wat we de afgelopen jaren hebben gehoord over regie op gegevens en de burger in controle en weet ik wat. Allemaal die mooie verhalen die de overheid, ook jouw ministerie, graag aanhangt. En we zien als puntje bij paaltje komt, heeft de burger helemaal geen regie over de eigen gegevens. Dus ik vind dat als dit soort dingen gebeuren, moeten ook al die narratieven aangepast worden. Moet je het er voortaan over hebben. Burger, je krijgt een beetje regie over gegevens. Maar uiteindelijk is de overheid die bepaalt. Ja, Willem, hoe kijk jij daar tegenaan? Die voorwaardelijke toegang tot het medisch dossier die de medische sector zich nu verschaft. Hoe denk je dat mensen daar tegenaan kijken? Dat is ook een vraag die Flori stelt in de chat. In welke mate vinden mensen dit oké en vinden wij experts dit oké? Ja, er is wel enige nuancering, omdat we praten over een noodsituatie. Om de opstopping op de huisartsenposten te verminderen en mensen soms niet aanspreekbaar te zijn. Wordt er dus inderdaad, het gaat specifiek om de groep die geen opt-in, die niks heeft opgegeven. Maar die misschien wel akkoord is, wordt persoonlijk gevraagd van ben je akkoord? En dan is dat persoonlijk akkoord, wordt dan meegenomen. Hè? Dus er zit wel enige nuancering in, maar zijn natuurlijk mensen die niet aanspreekbaar zijn. En in die gevallen is toch inspraak, inzage in het dossier. Principieel vind ik het onjuist, zeker gezien de hele geschiedenis van de EPD. Daar ben ik met Bart Jacobs eens. Het is dus een inbreuk. Ik vind het ook opmerkelijk dat de AP daar zo zonder meer mee in heeft gestemd. En ik denk ook dat je de voorwaarden aan moet stellen. Het moet transparant en controleerbaar zijn. En ik denk dat het wel proportioneel is gezien de crisis waarin we zitten. Dus wat dat betreft kan ik me erin vinden. En Pieter, jij maakte eerder het punt van de tijdelijkheid van toegang. Ziekenhuizen mogen nu in dit soort noodsituaties deze dossiers inzien zonder expliciete toestemming. Zoals Jan-Willem beschrijft is dat vaak niet mogelijk. Maar hoe kijk jij er tegenaan tegen de tijdelijkheid van deze maatregel? Gaat het ons lukken om dat weer terug te draaien? Beseffen wij dat dit puur en alleen nu zo zou moeten zijn en dat het in de toekomst iets is wat we misschien wel niet meer zouden willen? Ja, die tijdelijkheid hangt natuurlijk samen met de vraag wat is de grond precies van de maatregel en wanneer is die effectief? Hè? Wanneer kunnen we zeggen, het is succesvol geweest en nu kunnen we weer mee stoppen. Dat is vaak onduidelijk, daarom gieten we nog steeds onze flesjes water leeg op het vliegveld. Nou, ik weet eigenlijk niemand meer precies waarom we dat nou eigenlijk deden en ook niet wanneer we daarmee kunnen stoppen. Dus dat is een belangrijke voorwaarde om tijdelijkheid te kunnen definiëren. Moet je weten wanneer je je doel hebt bereikt. En de vraag is natuurlijk ook vanuit welk belang worden jouw gegevens ingezien. Als een arts dat doet vanuit jouw eigen belang, in dat moment ben je niet in staat om te antwoorden omdat je wellicht in narcose wordt gehouden op een IC. Dat vind ik een ander soort vraag dan in een ander soort situatie. Maar wat het eigenlijk in zijn geheel blootlegt is dat we niet waren voorbereid op deze situatie. Hadden de mensen die dit systeem hadden vormgegeven niet kunnen nadenken over dat we een extra vinkje of zo hadden moeten zetten aan het begin van ik wil graag regie over mijn gegevens, maar in geval van een crisis dan wil ik dat niet bijvoorbeeld. Of wil ik, dat had je misschien kunnen aangeven in een situatie waarin er nog geen crisis was. Ja.
We moeten zo dadelijk naar een afronding. Ik zie dat Bart al een beetje begon te schuiven. Dat geeft vast aan dat hij nog wat wilde zeggen. Ik zie dat in de chat veel discussie gaat over dit element van zelfbeschikking over jouw eigen gegevens of regie, hoe je het maar wil noemen. Bart, gaan wij hier door deze coronacrisis anders over nadenken? Of is dit eigenlijk een echt iets tijdelijks waar we de knop straks weer over kunnen terugzetten? Nou, daar heb ik het antwoord niet op. Dat is de grote vraag. Ik vermoed wel dat rond die corona-apps, tracer-apps heb ik het dan over, dat die wel weer gaan verdwijnen. Maar met het gebruik van dit soort apps komt ook een soort van nieuw normaal. Dan komen er allerlei andere apps die gaan zeggen van ja, maar kijk, wij gaan ook traceren, want dat is ook bij corona-apps gebeurd. En mensen zijn er nu toch aan gewend. Dus het heeft een follow-up die gebruik maakt van die noodsituatie. Een beetje vergelijkbaar met wat bij 9/11 gebeurd is. En ik maak me meer zorgen over die follow-up, over het nieuwe normaal, dan over die corona-app zelf. Want daar is nu zoveel aandacht voor en ik vermoed dat die echt wel verdwijnen. Ja. Oké. Ik zie dat wij met het oog op de tijd zo dadelijk naar een afronding moeten. Ik ga jullie denk ik hartelijk danken voor jullie inhoudelijke inbreng en jullie reactie op de stellingen die we verzonnen hebben. We hadden een half uurtje en iemand zei al in de chat dat dit net als een fysiek overleg uitloopt wanneer het een beetje over de overheid gaat. Volgens mij is dit ook een discussie die we nog lang niet hebben afgerond. Ja. Ik zal zelf nog eventjes in de chat zijn om te reageren, maar ik ga zo dadelijk het afsluiten. Pieter van Boheem van het Ratenau Instituut, Jan-Willem Bossefin van Pegasystem en Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet. En ik vermoed dat we elkaar hier nog wel eens over gaan spreken. Dank. Ja, graag gedaan. Dank je.